Ik werk met mensapen en wij zijn in feite mensapen. We denken wel dat we iets anders zijn, maar we zijn in feite mensapen. We kunnen niet fundamenteel anders zijn dan een dier. Vervaagt de grens tussen mens en dier? De tegenlicht toekomstverkenner is hoogleraar Frans de Waal. Bioloog en meer in het bijzonder primatoloog. Ja, ik heb geen aap kunnen meebrengen. Hij is al vele jaren gespecialiseerd in gedrag en cognitie bij mensapen. Maar in feite is hij vriend van alle dieren. Ik wil dus graag beginnen met het feit dat er in kranten en in andere media steeds meer berichten verschijnen over wat dieren eigenlijk allemaal wel niet kunnen. Hoe kijkt u naar die berichten over verrassende vermogens van dieren? Wel, zo verrassend zijn ze niet voor mij, maar de aandacht ervoor is wel iets nieuws. In de zin van dat toen ik student was, werden dieren beschouwd als een soort van machines. En we mochten eigenlijk ook helemaal niet spreken over denken en gevoelens en bewustzijn. Die termen mochten helemaal niet gebruikt worden. En dat is wel veranderd natuurlijk. En die veranderingen die waren eigenlijk al op komst in de 70e jaren, 80e jaren. Er waren al pioniers die anders dachten op dat moment. En ik zelf begon ook anders te denken in die tijd. Maar nu is het een soort van ontploft. In de zin van dat het is niet alleen maar over chimpansees en olifanten en dieren met grote hersenen dat we spreken. Maar we spreken ook over insecten, over krabben, over de octopus, over allerlei andere dieren. Die ook bijzondere capaciteiten hebben, die we nu ook erkennen. En dus eigenlijk dat hele beeld van het mechanistische beeld van het dier, het Cartesiaanse beeld van het dier, is nu eigenlijk aan het verdwijnen. Zijn er recente ontdekkingen in de dierenwereld die zelfs uw beeld van dieren hebben bijgesteld? Ja, de meest recente voor mij, is de meest verrassende, is dat onderzoek aan vissen. Kleine schoonmaakvisjes die zichzelf herkennen in de spiegel. Kijk, ik heb aan spiegelproeven gedaan bij apen en bij olifanten. En dat zijn allemaal dieren met grote hersenen. En dus als die zich herkennen in de spiegel, zeggen we, ja, dat is zelfbewustzijn, dat hebben ze net als wij. Maar nu hebben we dus vissen. Kleine visjes die de test goed doorkomen en die nu zelfs, er is nu het laatste onderzoek, is dat ze kunnen aantonen dat die vissen herkennen hun eigen gezicht. Als ze zich, ze herkennen mekaars gezichten, dus de kop van de vis. En als ze zichzelf regelmatig in de spiegel hebben gezien, kunnen ze ook hun eigen gezicht eruit halen. Als je ze een rijtje gezichten geeft, waaronder hun eigen gezicht. En ze hebben zichzelf in de spiegel gezien, dus ze hebben ervaring met hun gezicht. Als je dan een markering doet op hun eigen, het fotootje van hun eigen gezicht, gaan ze zichzelf schrapen ergens om dat ding wat er op hun gezicht zit eraf te halen. En dat doen ze niet als het op een ander gezicht zit. Ze doen het ook niet als ze nooit in een spiegel zichzelf gezien hebben. Het is heel frappant onderzoek. En het is natuurlijk controversieel, zoals altijd als er iets heel nieuws ontdekt wordt, dan zijn er allerlei discussies over wat het betekent en hoe goed het onderzoek gedaan is. Maar voorlopig vind ik het enorm frappant. Een beetje een algemene vraag. Hoe meet je intelligentie bij dieren? Wel, intelligentie, over het algemeen definieer ik het als hoe je omgaat met nieuwe problemen. De klassieke test natuurlijk van intelligentie, en dat is waarom iedereen zo upset was toen het uitkwam, was Wolfgang Köhler, die meer dan 100 jaar geleden een banaan ophing, heel hoog, en zijn chimpansees wat kisten en stokken gaf en ze verder niets onderwees. En dan had je soms een van zijn chimpansees, die bleef dan kijken naar die situatie en op een gegeven moment pakte hij een kist en zette twee kisten op elkaar en een stok. En dus Köhler noemde dat inzicht, inzichtelijk gedrag. En de mensen in die tijd, de wetenschappers in die tijd, zoals Skinner enzovoorts, die waren zo upset, die konden dat niet uitstaan. Want voor hun, alles wat dieren deden, was geleerd met beloning en straf. Dat was het enige wat dieren konden. En alle dieren deden het op dezelfde manier. En toen kwam Köhler en die zei, maar nee, ze kunnen ook denken. Ze kunnen in hun hoofd een probleem oplossen. Je kunt experimenten doen en dat hebben wij gedaan. We hebben bijvoorbeeld bij onze chimpansees experimenten gedaan waarbij
we één individu in een groep leren hoe ze een doos moet openen om eten uit te halen. En dat neemt dan enige training. En dan introduceer je die aap aan de groep van 20 apen of zo. En kijkt hoe ze van haar leren. En dus we hadden in één van de experimenten hadden we twee technieken waarop je uit die doos eten kon halen. En de ene groep had een model die de ene techniek had geleerd. En de andere groep een ander model die een andere techniek had geleerd. En inderdaad, deze groep die ging allemaal dat voorbeeld volgen. En deze groep ging allemaal dat voorbeeld volgen. En dus je krijgt culturele verschillen die je kunt introduceren op die manier. We spreken steeds meer over cultuur bij dieren. En het is heel belangrijk, want er wordt soms gedacht. Er is bijvoorbeeld een antropoloog die een boek heeft geschreven. Dat heet The Success of the Human Species of zoiets. Hetgeen al zo'n gekke titel is, want het succes van onze soort op dit moment vind ik niet zo geweldig. Maar goed, het succes van onze soort. En die begint zijn boek met te zeggen dat als je mensen zou loslaten in een bos, in een tropisch bos, zouden ze waarschijnlijk allemaal omkomen. Maar als je apen loslaat in een tropisch bos, blijven ze in leven. En dat is het grote verschil. De mens is afhankelijk van cultuur en culturele overdracht. En de apen weten gewoon wat ze moeten doen. Dat is helemaal niet het geval. Als je apen zou nemen die geen ervaring hebben, dus je neemt een stel dierentuinapen en die gooi je in een tropisch bos, die komen allemaal om. En dat is geprobeerd in feite. Er zijn introductie-experimenten gedaan met soorten uit gevangenschap. En dat gaat helemaal fout. Dus die apen zijn net zo afhankelijk van kennis die overgedragen is als de mens. Maar dat beeld bestaat nog steeds bij antropologen, is dat de mens is een cultureel wezen en het dier is dat niet. Maar dat is helemaal niet het geval. Zouden wij op de manier van dieren moeten leren denken? Ik denk dat we vrij goed denken. Ik weet niet of we zoals dieren hoeven te leren denken. We zouden eigenlijk beter moeten leren denken als mensen. Want het is heel duidelijk dat wij weten wat er gaat gebeuren met de wereld. We zijn heel goed in het voorspellen. We hebben hele goede modellen om te voorspellen wat er met de wereld gaat gebeuren. Maar op een of andere manier zijn wij en onze politici niet in staat om de conclusies te trekken en om ons gedrag te veranderen. Het is duidelijk dat de bio-industrie in dit land de omgeving aan het verpesten is. En dus daar moet iets aan gedaan worden. En ik weet niet wat. Het is reduceren van de bio-industrie lijkt me het meest logische. Je kunt het misschien ook anders reguleren. Ik zelf kijk daarnaar op een andere manier, want ik kijk ook naar het welzijn van de dieren. En dat wordt bijna niet genoemd. Er wordt steeds genoemd de stikstofcrisis en we hebben te veel dieren en we doen dit en dat. En er wordt niet gesproken over het welzijn van de dieren, maar de manier waarop varkens gehouden worden, die bevalt mij helemaal niet. En die komt voor een groot deel uit Nederland. Dat hele idee van varkens in kleine hokjes naast elkaar zetten is volgens mij een Nederlandse uitvinding die echt geëxporteerd is naar de hele wereld. Dat is niet iets waar we echt trots op moeten zijn. Dus ik vind, welzijn zou deel van de discussie moeten worden. Niet alleen de stikstofcrisis. En ook in verband met welzijn moeten we anders met de dieren gaan omgaan. En misschien een minder grote veestapel hebben dan we hebben. Hopelijk kunnen we toe naar een systeem waar we dieren kunnen eten zonder dat er dieren aan te pas komen. Dus het gekweekte vlees enzovoort. Ik hoop dat we dat punt ooit gaan bereiken. Moeten wij voor alle dieren empathie voelen? We hebben meer empathie voor dieren die op ons lijken of die we vinden dat ze lief uitzien. Dus we hebben meer empathie voor een hond dan voor een vis bijvoorbeeld. Daar is natuurlijk wel een probleem, is dat we Dat zijn onze emotionele reacties. Dus als iemand een hond pijn doet, hebben we een veel sterkere reactie als wanneer iemand een vis doodt. Dus we hebben van nature heel andere reacties. En als je spreekt over de ethiek, als je spreekt hoe we dieren zouden moeten behandelen, zou dat eigenlijk niet zo zwaar moeten tellen. Zou je zeggen, die vis verdient ook dat die beter behandeld wordt. Net zoals de hond. Maar we hebben die emotionele reacties die erg bevooroordeeld zijn. U schrijft ergens dat we zelf zijn geëvolueerd van jager naar boer. Wat zou dan de volgende stap zijn in onze evolutie?
Wel, we zijn natuurlijk niet boeren meer zoals we vroeger waren. We hebben nog wel boeren, we hebben ze nog wel. Maar we zijn eigenlijk een soort van technocraten en industriëlen geworden en zeer geurbaniseerd. En dat heeft ook een zekere afstand van de natuur geschapen natuurlijk. Omdat we niet elke dag meer de natuur zien zoals we vroeger zagen of zoals boeren dat zien. En in die zin van de mens is een soort van weggegroeid van de natuur. Dat wordt soort van opgevangen door natuurprogramma's op tv die er volop zijn. Dus dat vangt dat een beetje op. Het wordt een beetje opgevangen door dierentuinen. En ik weet dat mensen soms negatieve gevoelens hebben over dierentuinen. Maar volgens mij voor de geurbaniseerde mens is het nodig om af en toe dieren te zien. Hopelijk onder goede omstandigheden. Maar over het algemeen zijn we aan het weggroeien van de natuur. En dat is misschien een van de redenen dat we ook al die problemen hebben nu met de natuur. Omdat we de natuur verwaarlozen. Ik denk dat wat we nodig hebben is een andere filosofie. We hebben op het ogenblik nog de grote massa van filosofen die vertelt ons, zoals vroeger de religie ons vertelde, dat wij mensen speciaal zijn, dat wij heel anders zijn. We zijn een soort van dieren, maar onze dierlijkheid die houdt ongeveer hier op, want daarboven zit, want die geest is volkomen anders. Dus het is heel anders dan wat dieren hebben. Dus er is die neiging om een tweedeling aan te brengen tussen mens en natuur. En dat is wat zou moeten veranderen. En niet alleen bij de filosofen zelf, maar ook de klassen die ze geven en de studenten die ze hebben. En de hele maatschappij moet doordrongen raken van het feit dat we zijn niet zo gescheiden van de natuur. En ik geloof dat op het ogenblik aan het gebeuren is. Je kunt, als je met de jongere mensen spreekt, kun je merken dat aan het gebeuren is, die omslag. En dat er heel anders gedacht wordt over die zaken. Maar jammer genoeg, de mensen die op het ogenblik nog aan de macht zijn, die denken allemaal nog op een soort van ouderwetse manier. Dat wij zijn de machtigen der aarde en wij kunnen doen wat we willen op deze wereld.